Hallo beste mensen, afgelopen weekend hebben wij aandachtig de kamerbrief van Christiane van der Wal geanalyseerd. Lucinda van ons van regiobeheer Overijssel, die herkende de teksten en is even op zoek gegaan. We zijn erachter gekomen dat dit een 1-op-1 kopie is van het plan Een Duurzaam Evenwicht gemaakt door LTO en VNO-NCW. De LTO zal dus wel in haar nopjes zijn dat haar plan helemaal ten uitvoer is gebracht. Wij zijn wat minder tevreden, laat ik zo zeggen. De onteigening is absoluut not done bij onze leden. Wij vinden ook dat het onverteerbaar is dat een boerenbelangenorganisatie haar ledengeld uitgeeft aan juristen om te zorgen dat ze het juridisch kader van de onteigening vorm kunnen geven aan dat ter bedde brengt bij Christiane van der Wal. Die hoeft alleen maar achterover te hangen, hoeft niks te weten, want LTO regelt het wel even dat het Nederlandse platteland leeggeruimd wordt. Het is te schandalig voor woorden. We kunnen nou nog iets doen met z'n allen. Dus ik roep jullie op. Bel de plaatselijke LTO-voormannen, bel de CDA-voormannen en bel die lokale VVD-mannen. En laat weten dat je het absoluut niet mee eens bent dat er onteigend gaat worden. Dat zijn stalinistische praktijken die niet horen bij een Nederland van de 21ste eeuw. Het is ronduit een misdaad. Ik hoop dat jullie allemaal er gehoor aan geven en jullie best gaan doen. Van ons zul je in ieder geval de onderbouwing nog weer via een persbericht naar buiten zien komen. Daarin kun je zien dat het 1-op-1 kopie is en dat wij hier niet uit onze nek lullen. Mensen, tot zover. Zet hem op. Wij gaan weer verder. Groetjes en tot ziens.